Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 april. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb gisteravond Goede Tijden gekeken. Daarna heb ik Kopen zonder Kijken gekeken. Het was wel een bijzondere uitzending, want het ging over een regenbooggezin. Het waren dus twee vaders en één moeder. Die hadden dus samen een kindje gekregen. En ze voelden het ook echt op van de eerste helft van de week bijvoorbeeld bij de moeder. En de andere helft van de week bij de vaders. Maar die waren dus op zoek naar een huis. En het liefst wilden ze twee huizen. Maar als het echt niet anders kon, mocht het ook één heel groot huis zijn. Maar ieder moest wel zijn eigen privacy hebben. Omdat ze wel echt twee huishoudens zijn. Dus dat was echt wel een hele grote uitdaging. Uiteindelijk is het wel gewoon weer gelukt. Je vraagt je soms af hoe dan. Maar ja, het lukte wel gewoon. Dus dat was wel heel leuk. En ik heb nog even daarna een spelletje gedaan. En toen heb ik mijn vlog afgemaakt en ook mijn foto's bewerkt. Dus dat is allemaal goed gegaan. Toen was het natuurlijk tijd om een nieuwe Netflix-serie uit te zoeken. Nou had ik een mailtje gekregen van Netflix waarin een serie werd aangekondigd. En ik las eigenlijk even waar de serie over ging. En toen dacht ik, hé, dat vind ik eigenlijk, het klinkt heel leuk. Nou ja, toen ging ik die serie kijken. Toen was die letterlijk zwart-wit. Nou, dat vond ik niet zo leuk. Dus daar ben ik al vrij snel mee gestopt. Toen heb ik The Gentleman aangezet. Maar daar heb ik maar een heel klein stukje van gekeken. Want die aflevering duurde echt 1 uur en 7 minuten. En toen dacht ik van, nou, dan kijk ik hem vanavond wel verder af. En toen ben ik de laatste aflevering van Heterdaad gaan kijken. Dus wel jammer, want daar ben ik nu natuurlijk dan helemaal doorheen. Dus ik moet eventjes kijken. Ik had begrepen, kan ik even nakijken. CSI, die zou naar Netflix komen. En dat vond ik natuurlijk altijd heel goed. Nu wil ik even kijken of dat toevallig er al op staat. Dan wil ik dat wel even gaan kijken. Maar dan moet ik heel even spieken. Even zoeken. Ja, het staat erop. Oh, wat goed. Nou, dat ga ik dus vanavond kijken in plaats van Heterdaad. En daarna ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Maar ik had het eigenlijk helemaal niet meer verteld. Maar ik heb dus maandagavond de Bouwers 20 jaar later terug zitten kijken. Ik zag op social media allemaal beelden voorbij komen uit die soap. En het zag er zo leuk uit dat ik dacht, ik moet dit terug gaan kijken. Dus dat heb ik gedaan. Dus ik ging dat terugkijken. En echt, ik kan met alle oprechtheid zeggen, ik vind het zo leuk. Ik ben heel eerlijk, de muziek van Frans Bauer is niet zo mijn ding. Ik hou natuurlijk sowieso niet heel erg van Nederlandstalig, maar ook de muziek die hij maakt, ja, past mij niet. Maar de mensen zelf zijn gewoon superleuk. Het is een superleuk gezin, ook heel knap om te zien. Ik geloof dat Mariska toen, die heeft iets gehad. Ik dacht een hersenbloeding, maar ik weet dat niet meer 100% zeker. Het kan ook iets anders geweest zijn. Maar als je ziet hoe goed ze dat, nadat ze dus dat heeft gekregen, eigenlijk daar weer van hersteld is. En hoe goed ze dat gezin nog draaiende houdt, is dat wel heel mooi om te zien. Maar gewoon, wat je bij andere real life soaps soms ziet, dat het heel erg veel poespas heeft en heel erg gemaakt wordt, is dit gewoon zo leuk. Die zoons die zijn ook allemaal al, ja, veel groter. Ja, gewoon groot, weet je wel. Volwassen, weet ik niet precies. Ik weet niet of ze allemaal al de volwassen leeftijd bereikt hebben. Maar en ze studeren. En twee hebben ook al een relatie. En gewoon, ja, echt heel leuk om te zien. En hij was bijvoorbeeld ook gewoon bij het graf van zijn vader. Hij ging bij zijn moeder langs. Ja, echt een heel leuk gezin. Echt super leuk om te kijken. Vroeger heb ik het wel eens gezien bij mijn opa en oma. 20 jaar geleden. Die hadden er vaak op staan. En dat was dan wel grappig. Want dan hoorde je in Frans, dan ging naar die Chinees en dan belde die naar die Chinees toe en wilde die weer bepaalde gerechten hebben. Dus ja, was echt wel super leuk. Ik ga nu zo de woonkamer doen. Ik hoop nog even dat ik het laatste stickertje terugvind, want het zit me ook dwars. Ik heb het idee dat ik hier een haar heb lopen, dat het kriebelt voordat ik steeds aan mijn gezicht zit. Ik heb jullie nog meegenomen met het schoonmaken van het raam toen ik met de stickers eraf haalde. En ik laat jullie even zien hoe ik de lijst van mijn stempelkussentjes heb afgemaakt. Dus dat ga ik jullie dan even laten zien. Dan ga ik hier eventjes aan de gang. Dus ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik dat eventjes doen. Want dan is dat ook weer klaar.
Zo, deze middag was echt onwijs productief. Ik heb de hele bank aan de kant gehad, want ik was natuurlijk dat stickertje kwijt van de paas. En ik dacht, ja, misschien is hij op de grond gevallen, is hij onder de bank beland. Nou, ik kwam van alles tegen, zelfs nog een piercingballetje, waarvan ik dacht, waar kom jij nou weer vandaan? Ik kwam onder de bank vandaan, dus die heb ik weer even netjes opgeborgen. Ik vind het een wonder dat dat ding er nog lag met katten, want dat is natuurlijk leuk speelgoed, zo'n balletje. Dus alles daarachter goed stofgezogen en gedweld en helemaal schoongemaakt. Onder de bank helemaal gestoft en gedweld. Maar ik had natuurlijk nog steeds niet mijn stickertje terug. Ik heb ook de krab al helemaal aan de kant gehad. Die heb ik ook helemaal erachter gedweld en stofgezogen. Dus alles voelt echt lekker fris. Toen had ik alvast even mijn zomerdekbed uit mijn hok gehaald. Want ik dacht, ja, ik denk toch dat het zomerdekbed er wel weer op kan. Ik heb nu ook mijn sprei gewassen. Die gaat ook niet meer op het bed, want ik vind het gewoon te warm. Ik dacht, was ik hem lekker uit en dan doe ik hem, kan hij van het weekend in de zak als die droog is. Dus helemaal top. Ik heb nu de droge draaien met de witte handdoeken, die had ik gedraaid. Maar daar baalde ik een beetje van, want toen zag ik straks ineens, oh ja, chips. Ik had dus nog een wit handdoekje, die had ik in de keuken hangen. Die had er eigenlijk bij gemoeten, niet meer aan gedacht. Nou ja, doe je niks aan, je moet de volgende keer maar weer mee. Maar toen had ik dus alles klaar en ik had alvast even kleding gepakt voor morgen en alles. En toen dacht ik ineens, ik ga gewoon even de stickertjes die ik allemaal terug had gedaan. Ik doe die stickers altijd weer terug op de sheet, zeg maar. Dus die heb ik er allemaal even afgehaald. En toen kwam ik dus, zat hij dus toch achtereen zo'n stickertje geplakt. Daar hoopte ik op een gegeven moment al op dat hij gewoon ergens achter was geplakt. En dat was dus het geval. Dus nu heb ik alles weer compleet. Dus nu heb ik het lekker naar boven gedaan. Het voelt zo fijn dat het weer compleet is. Het voelde incompleet dat ik ze niet had. En nu is het compleet en ben ik gelijk weer echt helemaal blij. Dus dat was echt heel fijn. Dus echt wel lekker productief geweest. Nu ga ik soms wel eventjes lekker relaxen en wat drinken. Mijn broek moet in de was, want er zat een vlek en ik heb op de grond gelegen. Om even onder de bank te komen. Dus ja, dan moet hij gewoon eventjes in de was, maar dat is prima. Dan ga ik straks lekker eten en douchen. Vanavond ga ik Goede Tijden kijken en daarna weer mijn huis supporten. Dus ik hoop weer dat ik lekker veel energie krijg om daar van het weekend zelf dan ook weer mee verder te gaan. Nou, dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik hoop alvast even wat foto's voor het artikel van vrijdag te bewerken. En dan ga ik verder kijken, The Gentleman. En dan ga ik beginnen met CSI, waar ik heel veel zin in heb. En daarna ga ik naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt mijn avond. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. En eventjes deze broek alvast in de was. En dan ga ik gewoon even in een makkelijke broek lekker relaxen op de bank. Want die spijkerbroek op de bank vind ik helemaal niks. En dan is straks mijn was ook wel weer klaar. De droger dan. Goed, ik ga jullie dus bij deze gewoon morgen weer zien. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 11 april. Ik ben klaargemaakt en ik moet alleen nog lippenstift op, maar dat komt omdat ik nog even mijn tanden moet poetsen. Ik ben aan het wachten op mijn coach, maar zij stuurde. Ik denk dat ik er rond 14:15 ben, maar ik doe jou een appje als ik ga rijden. Nou, ik heb geen appje gehad en het is zeker nog een half uur rijden waar ze vandaan komt. Dus ik ga ervan uit dat ze later is. Of ze is mij vergeten te appen en ze is wel al onderweg. Dat weet ik dus niet. Dus dat moet ik even afwachten. Gisteravond heb ik eventjes mijn bestekla schoongemaakt. Want die was heel vies. Ook gewoon de inzet die erin zat. Dus ik had afgewassen. Ik dacht, nou laat ik dat ook gelijk maar even doen. Dus even alle bestek eruit gehaald. Ik moet wel met de tijd even wat bestek erbij halen als de vaatwasser er is. Ik zal er eventjes een update over geven. Er is eigenlijk nog niet zo heel veel meer informatie bekend. Het feit wilde moet zeg maar bij mij. Ik heb nu een enkele aansluiting voor de wasmachine. Ik moet niezen. Maar er moet een aansluiting bij. Of eigenlijk gewoon zo'n pijpje waar dus twee slangen in kunnen. En de kraan die moet ook vervangen worden. Want er moet dus een dubbele kraan op. Zodat er ook twee apparaten op aangesloten kunnen worden. Maar ik heb daar eigenlijk met mijn vader nog niks over afgesproken. Omdat hij zelf ook veel drukte had met in huis en zo. Dus daar moet ik nog even over afwachten. En hij is nu wel op voorraad die vaatwasser. Maar ik wil hem gewoon nog niet bestellen. Want dan staat hij hier weer weken in huis. En dat
irriteert me gewoon mateloos. Ik wil gewoon niet dat zoiets dan in de woonkamer staat dat je zelf geen kant op kan. Dus hij komt echt nog, maar ik weet dus nog niet precies wanneer. Maar ik hou jullie zeker op de hoogte als er meer over bekend is. Maar goed, ik dacht ik doe dan gelijk even mijn bestek laden en heb ik dat weer gedaan. Ik vind de keuken schoonmaken altijd vind ik wat lastiger omdat alles heel snel weer vet is en aanpakt. Dus ik dan bij koken zonder kijken, dan hangen ze heel leuk zo'n plank boven het kookgedeelte. En het staat dan heel leuk, hè? Dat is dan allemaal net nieuw. Er staan wat accessoires op en dan denk ik, ja, het staat zo leuk, maar dat wordt zo vet, jongens. Ja, ik vind dat gewoon, de keuken vind ik gewoon, ja, ik vind het gewoon als het allemaal, het wordt altijd gewoon snel vet van het koken en zo, dat vind ik gewoon minder, maar goed. Gisteravond heb ik Goede Tijden gekeken en daarna mijn huis op orde. Deze mensen hadden ook echt wel behoorlijk veel spullen. Het was ook een heel groot huis. Maar ik vond die mevrouw toch iets minder. Ze reageerde ook niet zo enthousiast en zo. Ze hadden er wel heel erg zin in om op te gaan ruimen en uit te gaan zoeken. Maar het resultaat, toen het resultaat getoond werd, vond ik er niet super enthousiast. Ja, ze vond het allemaal wel leuk. Maar het was niet dat ik denk van, het had wat enthousiaster gekund. Maar ja, goed, dat denk ik dan. Dat is ook net hoe iemand reageert. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. En toen ben ik mijn video of mijn blogpost gaan schrijven en heb ik al foto's bewerkt voor het artikel van morgen. Dus ga ik dan vanavond mee verder. Ik heb het ook een beetje koud. Ik moet alleen zo nog even schoenen pakken, want ik had verder rest alles al wel naar beneden. Ik had ook kleding gepakt die ik aan wilde trekken, maar ik dacht gisteren, ja, ik vind het nu een beetje lastig om schoenen te gaan pakken, omdat ik niet precies weet wat het weer vandaag ging doen. Nou ja, zoals je misschien merkt, is het een beetje bewolkt ook weer en er komt ook af en toe weer wat regen uit. Ik had zelf al een beetje het gevoel toen het weer elke keer wat zonnig was, oh, het is wel sneaken weer, maar nu denk ik, nee, absoluut nog niet. Ik pak gewoon nog even lekker winterschoenen. Het is natuurlijk ook nog echt geen zomer. Het is dan wel lente, maar het ziet er meer uit als herfst. Dus dat is prima. Ik ben trouwens ook verder gegaan met The Gentleman. Ik had dus even die aflevering afgekeken. Nu heb ik vanavond weer een hele lange. Ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vinden moet. Naar één aflevering. Het is op zich, het eindigde wel spannend. Maar ik denk, ja, ik moet het gewoon even aankijken. En daarna ben ik dus begonnen met CSI op Netflix. En dat was wel heel leuk. Alleen, ik vond het een beetje jammer. Er staan alleen maar de seizoenen 10 tot de laatste op. En ik had eigenlijk gehoopt dat het echt vanaf seizoen 1 erop zou staan. Dat is dus niet het geval. Ik heb dat dus ook niet gezien. Waardoor je dus nu, je kunt het wel gewoon kijken. Omdat het gewoon, het zijn geen zaken die op elkaar volgen. Dus het is allemaal losstaande zaken. Alleen je weet natuurlijk nu niet wat de personages in de eerdere seizoenen hebben meegemaakt. En dat maakt het wel een beetje lastig om soms alles te begrijpen. Maar wie weet dat Netflix ooit toch nog wel eens de andere seizoenen erbij opzet. Maar ik merk dat wel vaker op streamingsdiensten. Dan zetten ze seizoenen online van series. En dan of ze gaan bijvoorbeeld seizoenen ontbreken. En ja, dat vind ik toch altijd wel jammer. Maar goed, er zal ook wel een reden voor zijn. Misschien dat ze niet alle rechten hebben. Ik weet het niet precies. Maar het is wel jammer. En daarna ben ik naar bed gegaan en heb ik nog even mijn boek gelezen. En ben ik gaan slapen. Ik ga nu even stofzuigen en dan wacht ik gewoon even af wanneer mijn coach er is. Net wat ik zeg, ze heeft dus nog niet geappt. Dus het is even afwachten. Misschien dat ze al onderweg is of misschien toch later is. Ik neem jullie straks nog weer eventjes mee als ik boodschappen ga doen. En dan ga ik nu nog even stofzuigen en wat dingetjes doen. En dan zie ik jullie later. Boodschapjes is buiten gewoon een beetje vies benauwd. Je hoopt gewoon eigenlijk dat er een regenbuitje plaatsvindt.
Ik heb 2 zakken kattengrit gehaald, maar die staan gewoon al in de gang. Die zijn zo zwaar. Scheelde nu €1,50 per zak bij de Welkoop. Dus dat was wel een fijne prijs. Er ging 20% korting vanaf. En omdat Mickey jarig was geweest, kreeg ik ook nog deze snoepjes voor de katten. Dus dat is wel leuk, maar die zal ik even hier neerleggen. Anders dan willen ze dat meteen. En ze hebben nu net gegeten. Ik heb even een zakje met spinazie gekocht. Vind ik ideaal. Bij de groenteboer kan ik het zelf scheppen. En het zakje met spinazie, ik heb hier het bonnetje, was nu letterlijk 85 cent. Dus dat is natuurlijk wel een leuke prijs. Dit ging helemaal fout. Ik had bij de Welkoop kun je tegenwoordig koffie pakken. Dus ik had een cappuccino genomen, maar ik had hem nog niet helemaal op. Dus toen dacht ik, nou laat ik het bekertje dan maar in mijn boodschappentas. Dan kan ik hem thuis weggooien. Ik heb weer chocomel gekocht. Kattenvoer. Die kan gelijk weer onder in de kast. Ik heb net de bak bijgevuld. Boontjes. Ik heb nu die bak in gebruik, zeg maar met kattenvoer die ik nieuw had gekocht bij de Action. Die bevalt echt heel goed. Dan heb ik weer toetjes gekocht. Aardappelschijfjes. En de kat. Even de andere tas pakken. Bij de trekpleister heb ik nog shirtjes, maar ik zie er nu maar 1. Zit aan elkaar. Het streepjes vond ik wel leuk. Gewoon lekker katoen. Vind ik altijd wel lekker zomers. Weer gewoon de kattenvoer. Ik heb slavinken. En ik heb kipfilet. Die was nu in de aanbieding bij Lidl. Daar kan ik weer 2 keer van eten. Spekreepjes. Ze hadden nu deze weer. Ik vind die andere heel erg zout. Maar deze vind ik wel wat lekkerder. Dan heb ik nog 2 van die overhandschoenen. Tijger, ga nou even ervoor weg, want zo zien ze het niet. Je staat precies met je billen in beeld. Overhandschoenen. Ik gebruik deze ook heel vaak met koken, want ik vind die echt heel erg handig. Ze staan nu nog €2 per stuk. Ik dacht, nou ja, prima. Ik heb nu 1 set, maar als die een keer in de was zit, dan heb ik dus niks. Dus, nou, je moet ze altijd loskopen. Dan heb ik 2 bloempotjes. Ik moest nog even 2 bloempotten bij hebben, want ik had ik heb die bloemen besteld bij de Plus. En nu hadden ze bij Lidl, die waren €1,39 per stuk, dus ik heb 2 kleurtjes gehaald. Een pakje frikandellen. Vochtig toiletpapier. En bakken en braden. Dan heb ik nog een heel leuk sjaaltje. Oranje voor bij de Koningsdag, vond ik wel leuk. En ik heb nog paarse toiletpapier, die was in de aanbieding. En ik had bij de Hema nog wat besteld, maar dat had ik daar laten verzorgen, want ik dacht, dit is wel net zo handig. Dan heb ik dus dit hele leuke shirt, die was nu met korting, van Nijntje. Zien jullie Nijntje? Nee, ik hou het verkeerd om, lekker slim. Er staat heel groot Nijntje op, die vond ik gewoon heel erg leuk, dus die kan lekker gewassen worden. Die was nu... Ik heb de Hema-bon hier wel, voor de mensen die dat nog willen weten. Welkoop. Ik heb de Hema-bon net gezien. Nou, dat is raar. Hier is die. Er ging dus nu korting van af. En... Hij was €17 en er ging €5,10 was af. Dus 11 nog iets was die nu. En ik heb dus een hele leuke. Deze is heel goed verpakt. Sneeuwbol. Die vond ik echt heel leuk. Even openmaken. Oh, die wil ik ook echt nog gelijk neerzetten. Leuk hier. Oh, dat is wel fijn hoor. We pakken het altijd wel echt super goed. Ik vond het altijd leuk vroeger om die bubbeltjes helemaal kapot te maken. Hebben meer mensen daar last van? Ik deel het altijd. Nou, dat hebben ze heel netjes gedaan. Oh meid, wat is die groot? Kijk, een sneeuwbol met een kat. Ik dacht dat die kleiner was. Hij is echt super groot. Er zit gewoon een katje in. Nou, die ga ik leuk neerzetten in huis. Dus die had ik. Maar nu snap ik wel dat hij in zo'n groot doosje zit. Want het is gewoon een hele grote. Die was nu nog €5, dus dat vond ik wel heel leuk. Dit waren de boodschapjes.
Ik ga even opruimen, dan ga ik wat drinken en dan ga ik even relaxen en dan ga ik strakjes... Oh, tijger, blijf van mijn spinazie. Lekker douchen en eten. Vanavond ga ik Goede Tijden kijken naar het Roerom. En dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik vlug verder met de foto's. Dan ga ik de Netflix-serie kijken en naar Wissier zijn. Dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. En dan ga ik lekker slapen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik had jullie dus even meegenomen naar de HEMA. Ik dacht, het is wel eventjes leuk. Maar goed, ik ga nu maar even gauw opruimen, want er zit iemand aan mijn spinazie te klieren. Dus ik ga meestal zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 12 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb weer even wat nieuwe make-up uitgetest. Vind ik altijd wel leuk. Ik ga heel even checken hoeveel graden het is. Het is nu 20 graden. Maar het waait wel behoorlijk. Maar in huis is het ook al zo rond de 20, 19,5, 20. Dus ik stook ook echt al heel even niet meer. Dat is natuurlijk wel lekker voor de kosten. Ik ga vandaag de slaapkamer doen. En ik heb heel erg in de twijfelmodus gezeten van wat ga ik doen. Want ik merk dat ik met slapen heel erg zweet momenteel. Ik word heel vaak helemaal nat van het zweet wakker. En dat heeft te maken met de nachtmerries. Maar ik denk ook dat het nu aan mijn dekbed ligt, dat die gewoon te warm is. Ik heb een vier seizoenen dekbed, maar ik heb hem al nooit op elkaar. Want dat is echt gewoon veel te warm. Dat heb ik één of twee keer geprobeerd. Nou, daar kwam ik heel snel weer van terug en heb ik gewoon dat andere gedeelte er weer afgetrokken. Maar ik vind dat het nu toch tijd is om het andere, het dunnere gedeelte te gaan pakken. In de hoop dat ik dan ook wat beter ga slapen. Omdat ik gewoon merk dat het wintergedeelte nu te warm wordt. Dus ik ga mijn zomerdekbed pakken. Probeer ik even dit wintergedeelte wel te gaan wassen. Want ik vind het dan wel lekker als die weer schoon de zak in kan. Dat als je hem dan van de winter weer nodig hebt, dat hij dan gewoon lekker fris ruikt. Heb ik met het zomergedeelte ook gedaan. Maar het wintergedeelte is wel wat dikker. Dus het is vaak wel een beetje een cream. Maar ik ga het wel proberen. En nou ja, goed, dan neem ik jullie gewoon weer eventjes in mee. Maar in ieder geval, het zomerdekbed gaat erop vandaag. Ik heb gisteravond gewoon naar Goede Tijden gekeken. En daarna heb ik gekeken naar het Roerom. Ja, ik zag het niet helemaal. Deze mensen gingen naar een gedeelte van Frankrijk. En ze hadden het op zich wel naar hun zin. Maar als je zag hoe het geld er dan uitvloog. En zwembad en ja, ook huisjes om sterren te kijken. Maar het zag er ook nog niet echt naar uit dat de verhuur heel snel op gang kwam. Ze hadden heel veel tegenslagen. Ja, ik dacht echt van, oh, wat verschrikkelijk. Maar goed, die mensen die waren er heel blij mee. Het was wel leuk om te zien. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Die zijn nu helemaal klaar. Ik moet alleen nog even één nieuwe maken, want die was onduidelijk. Maar voor de rest is alles klaar. Alles is ook al geïmporteerd. Dus het is alleen nog een kwestie van de blogpost schrijven. Maar daar ben ik vaak wel wat langer mee bezig, omdat het om een trendeditie gaat. Toen ben ik verder gegaan met The Gentleman. Ja, tweede aflevering was ook wel weer bijzonder. Maar op zich wel, wel leuk. Dus ik ben wel benieuwd hoe het verder gaat. En daarna ben ik CSI gaan kijken. Dat was eigenlijk ook wel weer een ja, hele mooie uitzending. Elke keer toch wel weer verbaasd als dan degene, de dader eruit komt. Die je dan niet helemaal ziet aankomen. Maar wat ik het mooie vind bij CSI is dat je ook heel erg een kijkje achter de schermen krijgt. Een soort van natuurlijk, want het wordt gespeeld. Maar dat je ze ook helemaal in zo'n lab bezig ziet. En dat vind ik zelf wel heel interessant om te zien. Dus ja, dat eigenlijk. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen, maar niet heel erg lang, want ik merkte dat ik heel erg moe was. Boodschappen doen kost mij altijd best wel veel energie, want je krijgt veel prikkels, omdat er het vaak druk is in de winkels, dan ja, mensen om je heen, dan krijg ik best wel wat prikkels mee. En ja, dan merk ik gewoon dat ik altijd iets vermoeider ben, maar dat geeft niet, daar hou ik dan gewoon een beetje rekening mee. Dus dat. Ik ga eventjes de boodschapjes en zo naar boven brengen. En een muziekje aan doen en water maken. En dan ga ik... Ja, ik heb heel erg jeuk. Ik merkte het gisteren in de supermarkt al dat ik weer steeds jeuk in mijn nek. Thuis heb ik het ook heel vaak. Maar ik zit heel vaak te krabben. Dus het is waarschijnlijk weer iets wat niet helemaal lekker gaat. Maar wat weet ik niet. Maar goed, ik ga dus eventjes water maken, muziek aanzetten. En dan ga ik de slaapkamer doen. Dus dan neem ik jullie mee. En dan straks weer lekker mijn zomerdekbed erop. Ik heb de sneeuwbol nu hier neergezet. Eigenlijk was de bedoeling, ik had deze hier neergezet, om hem hier op te zetten. Want ik dacht dat hij heel klein was. Nou, dat gaat dus verder nooit niet passen. Dus ik kan hem er wel leuk bijvoorbeeld een vaccinelichtje of zo opzetten. Dus nou, nu heb ik hem maar hier neergezet. Is dat ook wel leuk, maar het is wel echt glas natuurlijk. Dus ik moet wel uitkijken met de katten. Even de muis erbij weghalen. Maar hier staat hij ook wel gezellig te staan.
Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb alles net opgeruimd. De katten hebben ook net lekker eten gehad. Ik had het wel een beetje warm gekregen om het poetsen. Want het zonnetje schijnt zo af en toe. Dan is het een beetje warm achter glas. Ik heb lekker mijn zomerdekbedje erop. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu slaapt. Het winterdekbed heb ik uitgewassen. Die is ook al klaar. Die ga ik wel even in de droger stoppen. Ja, het past er net aan. Maar hij is in ieder geval klaar. Dus nu heb ik lekker mijn zomerdekbed erop. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat slapen. Ik had wel weer even ruzie met het opmaken van mijn bed. Dat heb ik de laatste tijd wel heel vaak. Maar uiteindelijk lukt het dan gelukkig wel. Ik heb ook even alle nagellakpotjes, de bovenkantjes, ook even helemaal schoongemaakt. Die haal ik er altijd helemaal af om het eronder ook schoon te maken. Maar nu heb ik even de bovenkantjes meegepakt. Dus ja, allemaal lekker. En omdat ik gisteren iets langer op mijn coach moest wachten, heb ik al mijn nagellakjes weer netjes neergezet. Die lagen nu allemaal, omdat ik ze allemaal weer opnieuw aan het gebruiken ben, heb ik alles in een doosje gestopt. Dan pak ik elke keer een kleurtje. En als ik hem dan gebruikt heb, zet ik hem terug in de la. Dus die had ik allemaal ook weer even rechtop gezet gisteren al. Maar het is wel lekker dat alles weer schoon is. Gewoon, ja, wel blij mee dat alles weer lekker schoon is. Dus vanavond weer een heerlijk schoon bed. Ik ben heel benieuwd hoe het dus slaapt. Maar het was even bevelend, want als ik schoonmaak in de slaapkamer komen de katten er altijd bij, omdat ik niet continu die deur dicht doe. Ik vind het ook wel lekker om de muziek een beetje te kunnen horen. Dus nou ja, als ik schoonmaak vind ik het niet zo erg, want dan moet ik het toch allemaal schoonmaken. Maar toen ging ik net op het, was ik zeg maar met de linkerkant van de kamer was ik klaar. Toen zou ik naar de rechterkant gaan. Ik zou eerst even mijn dekbed overtrekken pakken en zo. En mijn spullen daarvoor. Toen ging Tijgertje en Mickey gingen ruzie maken. Echt naar elkaar slaan. Ik zag overal dat haar heen vliegen. Dus ik heb ze allebei weggestuurd. Ik zeg, nu gaan jullie gewoon weg. Toen was het daarna ook over. Maar hun hebben dat nog wel eens. Een beetje jaloerse trekjes naar elkaar. Toen kon ik dat allemaal gelukkig schoonmaken. Maar alles zat ook op dat onderlaken. Maar goed, die moest toch in de was. Dus dat is niet heel erg. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond tijd voor Flikken Maastricht. De ene laatste aflevering alweer helaas. Dus ja, het gaat altijd heel snel. Maar dat is helaas niet anders. Ga ik nog even een spelletje doen. En dan ga ik gauw mijn video in elkaar zetten. En mijn blogpost schrijven. Lekker verder met de Gentleman. En daarna ga ik weer met Swings verder. Ik heb toch besloten, of Swings, ja, om het uit te kijken. Ik was een beetje twijfelachtig. Maar ik had het er met iemand over. Die zei ook van ja, nou ja, dan zou ik het gewoon uitkijken. En toen dacht ik, nou ja, misschien ook wel gewoon een goed idee. En inderdaad, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat er nou allemaal achter zit. Dan is het soms een beetje abracadabra. Dus ik ga hem wel gewoon uitkijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Nu ga ik eventjes mijn dekbed in de droger doen en even wat drinken. Want ik heb dorst en dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 13 april. Ik ben klaargemaakt. En ja, het is vandaag 20 graden volgens mij. Ik
Ik ga het heel even nakijken, maar ik moet zeggen, de temperatuur is hier niet zo hoor. Het is hier best wel fris. Het is 22 graden, maar er staat een behoorlijke wind. Er is ook geen zon. Ik was eventjes naar de brievenbus gelopen zonder jas. Toen dacht ik, oh, dat was eigenlijk niet zo'n goed idee, want het waait best wel hard. Dus echt warm is het niet, maar het is prima. Ik heb gisteravond naar Flikke Maastricht gekeken en waarvan ik eerst steeds had, oh, we werken nog niet echt naar een cliffhanger toe voor mijn gevoel. Was die gisteravond ineens heel erg aanwezig en was het echt zo. De cliffhanger komt eraan en het eindigt ook heel spannend. Je wilt gewoon heel graag doorkijken. Dus het echt zo, oh, ik wil zo graag weten hoe het afloopt. Maar tegelijkertijd weet je ook dat volgende week de laatste aflevering is. En ik heb nog niet vernomen of er een vervolg van komt. Ik hoop dit natuurlijk wel, maar ik weet het niet. Dus dat maakt het allemaal heel dubbel. Maar het was zo intens spannend dat ik er echt weer onwijs van genoten heb. Dus dat was wel heel fijn. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Die heb ik helaas niet helemaal afgekregen. Die moet ik vandaag nog eventjes afmaken. Toen ben ik The Gentleman gaan kijken en daarna Swings. Ja, ik heb al steeds een beetje verteld dat het een beetje twijfel is. Ik ga hem wel uitkijken, maar ja, misschien dat als het einde in zicht komt dat ik denk, ik snap het nu helemaal. Maar ik heb heel vaak momenten dat ik denk, ik snap het gewoon niet. Maar goed. Daarna ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar die schiet ook alweer op. Dus dat was wel leuk. Want er komt nu meer verhaal in. Het wordt nu spannender. Dus dat is wel leuk. Ik moet eventjes stofzuigen. De kattenbakken scheppen. Mijn dekbed die had ik natuurlijk gewassen. Die had ik in de droger gedaan. Maar die mocht niet een hele zware stand hebben. Dus die is nu klaar. Die kan ook weer opgeruimd worden. Mijn sprei kan opgeruimd worden. Dan hebben we dat allemaal alweer weg. Dus ik ga jullie gewoon even meenemen met wat klusjes vandaag. Ja, gewoon eventjes lekker een beetje rommelen. Ik ga een muziekje aan doen en nou, dat soort dingetjes. Ik neem jullie gewoon eventjes mee. Verder ook eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Omdat er niet zo heel veel is gebeurd. Dus ja, ik ga nu gewoon eventjes lekker aan de gang. Winterdekbed in de hoes en ook deze weer. Ik heb een vacuüm verzogen, dus dat was iets makkelijker in mijn kast. Dus dat kan allemaal weer opgeruimd worden. Dat schiet lekker op zo, dat is wel fijn. Zo, ik ben op zich best wel druk geweest. Alles is weer lekker stofgezogen. Ik heb eindelijk die scrunchie aan mijn sleutelbos gehangen, want die lag er ook al. Ik denk, oh, hij moet nu echt eraan. Dat heb ik nu eventjes gedaan, dat is wel fijn. Ik heb lekker de dekbedden, of de dekbed weg en ook het
de sprei is weg, dus dat is wel heel fijn hoor. Dan is dat allemaal weer van de slaapkamer af en ja, dat ligt gewoon nu weer boven. Ik moet zeggen, ik merkte nog niet zo heel veel verschil ook hoor met slapen met het andere dekbed. Want ik heb evengoed nog heel erg gezweet, maar ik had ook wel flinke nachtmerries. Dus daar kan het ook mee te maken hebben gehad natuurlijk dat dat een oorzaak is geweest. Maar ja, ik heb gewoon best wel gewoon eventjes lekker weer stof gezogen en ja, gewoon even lekker heerlijk bezig geweest. Dat voelt wel heel fijn. Ik voel me heel voldaan. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten vanavond. De laatste keer ik Hou van Holland kijken. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Even verder met Disney Dreamlight Valley. Ik hoop dat ik wat verder kom, want ik zit echt nog heel lang vast. Dus sommige mensen zijn echt al super ver. Dan denk ik, oh je, leuk al die personages om te zien, maar daar ben ik nog lang niet. Ik heb Minnie Mouse nog niet eens, dus nou, dat komt vanzelf wel. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten en even die blogpost afmaken. Dan ga ik lekker The Gentleman kijken en daarna Fallen. Eén laatste aflevering, volgende week ook te laat. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe dat in elkaar zit. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dus dat is het eigenlijk. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 april. Ik ben een beetje verkouden. Ik heb het gevoel alsof mijn neus een beetje dicht zit. Gaat niet helemaal lekker, maar ja, doe je ook niet zo heel veel aan. Is even wat het is. Maar ik baal er wel een klein beetje van. Maar ja, goed, dat moet ik maar gewoon eventjes nemen zoals het is. Ik heb gisteravond gekeken naar Ik Hou van Holland. Was wel leuk. Ja, wel weer wederom toch weer ook personen erbij die ik dan niet ken. En dat ga ik nu wel vaker zien bij programma's, dat ik gewoon mensen echt niet ken. Doe je ook niet zo heel veel aan. Maar ja, goed. Ik heb in ieder geval er wel weer van genoten. Helaas is Jeroen weer verloren. Ik ben altijd voor Jeroen. Ik weet niet. Ik heb gewoon, ben ik al eigenlijk vanaf het begin af aan. We hebben zoveel andere mensen erbij gezien die erbij zijn gekomen. Het begon ooit met Boven Erfdoris. En er is nog zo'n andere man bij geweest. Dat is ook zo'n cabaretier volgens mij. Maar ik weet zo even zijn naam niet meer. Nou ja, volgens mij hebben we wel 4 of 5 mensen gehad die er naast zijn gekomen. Jeroen is altijd gebleven, maar hij had verloren helaas. Daarna heb ik nog even lekker Disney Dreamlight Valley gedaan. Ging niet helemaal van een laaie dakje, maar was wel weer leuk om even te doen. Toen ben ik mijn vlog in elkaar gaan zetten, voor zover dat kon. En heb ik die blogpost afgeschreven, dat is allemaal gelukt. Toen ben ik The Gentleman gaan kijken, was wel weer heel mooi. En daarna Fallen. En volgende week de laatste aflevering en ik ben heel erg benieuwd, want het eindigt echt alweer super spannend. Je komt nu echt tot het einde dat je denkt van, dit had ik niet helemaal zien aankomen. Mocht je dit gemist hebben, mocht je genoten hebben van The Bridge op Netflix. En ja, kan ik je ook zeker deze serie aanraden om te kijken. Ik weet alleen niet of je hem gratis terug kan kijken. Maar je was dus op NPO 3. Maar ik weet dus niet of dat gratis is. Maar als je ook een beetje inderdaad van crime series houdt, is het wel echt een aanrader. En toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen en toen ben ik lekker gaan slapen. Nu ga ik zometeen even de groenten afhalen en daarna eventjes boven wat doen. Ik ga straks gewoon de foto's maken en dan hebben we 16:45 Ajax. Helaas niet op de gratis zender, had ik al even gekeken. Dus er wordt een stream. Snap ik dan eigenlijk niet, want ik denk, ja, het is ook wel weer een wedstrijd waar veel mensen denk ik naar uitkijken, Ajax Twente. Maar nou ja, goed, ze doen het vast ook weer om geld binnen te harken, want het draait natuurlijk heel vaak allemaal om geld. Maar goed, dus dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga nu eerst even stofzuigen, de bakken scheppen en de groenten doen. Dan ga ik even naar boven. Ik laat straks gewoon even de fotospullen zien. Maar ja, verder ga ik ook niet zo heel veel bijzonders ondernemen eigenlijk. Omdat ik gewoon dat eventjes allemaal wil gaan doen wat ik in gedachten had. Dus ik laat jullie straks dus gewoon even de fotospullen zien. Ik weet niet of jullie dit kunnen zien, maar hier zitten allemaal vliegjes. Ik weet niet hoe dit kan, maar dit is niet normaal. Kijk dan. Oh, verschrikkelijk.
fotograferen. Zo, ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik ben boven wel even lekker bezig geweest. Dus dat ging allemaal wel goed. Ik heb al die vliegjes trouwens weg kunnen zuigen. Want ik schrok me helemaal de tandjes van al die vliegjes. Maar ik heb ze eerst met de plumeau weggehaald. En toen wat ik nog zag heb ik met de stofzuiger weggehaald. Ik weet even niet waar het vandaan kwam. Misschien uit het GFT-emmertje. Omdat ik gisteren daar wat dingen in heb gedaan. Ik weet het niet. Ik moet even in de gaten houden. Maar voor nu is het in ieder geval het grootste gedeelte is opgelost. Katten hebben nu ook net lekker gegeten. Dus dat is allemaal ook weer fijn. Nu ga ik zo meteen de stream opzoeken, want Ajax komt straks. En ja, ik wil natuurlijk wel gaan kijken, maar ik heb ook een beetje hoofdpijn. Dus dat gaan we wel even zien en dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik dan miljoenenjacht de laatste keer. En misschien daarna nog even wat terugkijken en sowieso nog even Disney Dreamlight Valley proberen. En dan ga ik even foto's bewerken en mijn nagels doen. Ga ik lekker de Gentleman verder kijken en daarna weer met CSI verder. Dus dan ga ik naar bed om een boek te lezen, dus dat wordt het ook. Verder niet heel erg veel bijzonders. Ik ga nu in ieder geval eventjes nog wat drinken en zorgen dat alles klaar staat voor de wedstrijd. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 15 april. 15 april. Ik ben klaargemaakt. Het is vandaag 10 graden. Dus het is eventjes een stukje kouder als de afgelopen dagen. Dan moet je gewoon weer eventjes aan wennen. Want de afgelopen dagen was het natuurlijk elke keer toch wel wat warmer. Al was er wel veel wind. En het regent ook vandaag. Het voelt ook gelijk wat kouder aan. Ik ben heel even benieuwd hoeveel graden het hier in dit huis is. Wel 20 nog. Ik pak even mijn nagellak erbij, want ik had mijn nagels gisteren gedaan. Nou ja, ik heb natuurlijk gisteren naar Ajax gekeken. Ik hang even gelijk dat shirt goed, want dat is dat shirt. Dat is een doorn in mijn oog als dat niet goed hangt. En ik ga weer naar de kamer, jongens, want dit beeld is echt helemaal niet fijn voor jullie. Dat was ultiem genieten. We moesten tegen Twente, we speelden thuis en ik had al zoiets. Nou, we zullen wel weer gaan verliezen, want Twente staat redelijk vast op de derde plek. En ik denk, nou, dat gaat hem vast niet worden. Werd hem gewoon. Twente kwam na een half uur op 0-1 voorsprong, want we speelden thuis. In de tweede helft heeft Ajax hem naar 1-1 getrokken en wij kregen uiteindelijk een penalty. Dus die penalty die zorgde ervoor dat we letterlijk met 2-1 hebben gewonnen. Ik vind dat nooit zo heel vast. Weet je, dan sta je op een gegeven moment voor en dan denk ik van, tik er alsjeblieft nog even eentje in. Gebeurde niet. Er was een penalty nog afgekeurd. Uiteindelijk kregen we. Werd eerst de penalty werd gewoon aangegeven. Kregen we hem toch weer wel. Nou, toen hadden we hem. Dus helemaal blij. Fijne wedstrijd. Weer van genoten. Nog maar 4 keer. Dan is het alweer zomerstop. En dat betekent ook dat we afscheid nemen van de trainer. Wat ik wel heel erg jammer vind. Ik had het hem eigenlijk wel gegund. Als hij nog een seizoen zou aan kunnen blijven. Maar ik weet ook niet of hij dat zelf had gewild. Misschien was hij er zelf ook wel klaar mee. Dat weet ik niet. Nu kijken wat er dan weer daarna gaat gebeuren. Toen heb ik ook lekker gegeten. Nou, ik had lekker gedoucht. En toen ben ik miljoenenjacht gaan kijken. Dat was de laatste aflevering. Ging ook weer niet heel goed. Die man die trok er eerst op zich wel, ja, al best wel een dure uit. Maar het was niet de allerduurste. En toen trok hij de tweede koffer en daar zat de allerduurste in. Ja, uiteindelijk is het niet. Het zijn geen miljoenen geworden, maar het was een hartstikke leuk bedrag. Ja, ik ben zelf heel makkelijk. Ik zou zoiets hebben, joh, ik zou er hartstikke blij mee zijn. Maar dat is altijd heel verschillend. Want de een vindt het dan helemaal goed en de ander denkt, nee, ik vind het niet genoeg. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Die is de Dreamlight Valley. En ik heb even de bouwers teruggekeken. Dat was wel weer heel erg leuk. In deze aflevering vierden ze de verjaardag van Frans. Die werd 50. En ja, heel bijzonder. En gewoon ook het emotioneel zijn wat hij laat zien. Dat is wel heel mooi. En ik heb dus mijn nagels gedaan. Ze zijn roze. En dat is dus dat lakje wat ik gisteren liet zien. De Pretty in Pink van Essence. Het doet me een beetje denken aan Barbie. Maar het is gewoon een Pretty in Pink. En ik vind hem echt super leuk. Het is een gel nail lakker. En ik heb hem nu met een beige topcoat gedaan. Daardoor krijg je dus die mooie glans. Wacht eventjes. Nu krijg je die mooie glans. Dus ik vind dat wel heel erg mooi. Ik heb mijn foto's bewerkt. Het is allemaal goed gegaan. Ik moest nog even één nieuwe maken. Heb ik gelijk maar gedaan. Ik denk, dan is het ook gedaan. Weet je wel.
En ik heb even de boeken weer op een stikje gezet. Ik zet altijd mijn e-boeken dus op een stikje. Dus dat heb ik even gedaan. En toen ben ik The Gentleman gaan kijken. En daarna was het tijd voor CSI. Wat ik wel merk bij CSI, je hebt al heel snel in de gaten wie de dader is. Je hebt heel snel zoiets van, die zal het wel gedaan hebben. En dat klopt dan vaak ook wel. Dus, maar was verder wel heel erg mooi. Toen ben ik naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Die krijg ik vanavond uit. Dan kan ik meteen ook weer met een nieuwe starten. Ik ga zo meteen de bakken doen van de katten en de douche en de gang. Ik heb de pannenkast schoongemaakt. En daar ga ik jullie even in meenemen. Mijn pannenkast die was echt super vies. Die was echt toe aan een schoonmaakbeurt. Moest echt gebeuren. Ik dacht, dit kan niet meer. Dus ik heb die pannenkast helemaal schoongemaakt. En daar heb ik jullie bij meegenomen. Dus dat ga ik jullie laten zien. Dan ga ik ondertussen even wat doen. Ik moet toch weer even wat vliegjes weghalen, zag ik. Want er zitten er toch wel weer wat. Ik heb hier ook altijd in die hoek altijd heel veel vliegjes daar. Zitten er ook altijd heel veel. En die heb ik ook wel weggehaald. Maar die komen ook elke keer weer terug op wonderbaarlijke wijze. Dus die ga ik eventjes weghalen. Dan ga ik eventjes lekker wat doen. En dan kunnen jullie eventjes kijken hoe ik mijn pannenkast schoonmaak. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Tijd om de pannenkast schoon te maken en ook gelijk te reorganiseren. Want hij is heel vies en het moet gewoon even allemaal anders ingedeeld worden. Dus ik ga deze maar eens even schoonmaken. Ik zal even een sopje maken en dan gaan we deze maar eens even poetsen. Want dit kan zo niet meer. Gewoon een pannenkast en ook gelijk weer veel beter ingericht. Hij was nu weer helemaal dicht. Dus dat is wel heel lekker. Dus ja, daar ben ik wel heel erg blij mee nu. Dat het gewoon weer goed dicht kan. Ik heb even het ene tanden een beetje geplaatst en hij is gewoon weer heerlijk schoon. Dus dat voelt wel weer heel fijn aan zo. Dus daar ben ik weer blij mee. Zo, inmiddels ben ik weer klaar. Ik moest straks eventjes door de regenbui. Want ik moest de kliko aan de weg zetten en het kattengrit moest weg. En ja, ik heb als goed is nu alle vliegjes weg, dus ik hoop het. Maar dat is eigenlijk wel lekker. Ik heb zo'n mandje staan in mijn douche waar mijn doucheproducten op staan. Maar die wordt dus wel heel vies. Die heb ik even geprobeerd te schuren, maar helemaal schoon krijg ik hem niet meer. Dus met de tijd moet die wel weer een keer vervangen worden. Maar dan moet ik eigenlijk iets hebben wat niet zo vies wordt. Dat vind ik altijd een beetje lastig als je niet echt een hele grote badkamer hebt. Maar daar kom ik vast nog wel een keer op iets uit. De badkamer ruikt in ieder geval weer lekker naar het zwembad. Ik vind dat zelf altijd heel lekker. En alles is weer gedaan. De bakken zijn schoon. Ik had ook de matjes eventjes gewassen die voor de kattenbak altijd liggen. En ook waar het drinken op staat. Dus dat is ook allemaal weer fris. Ik heb er nog een wasje in zitten. Want die moest echt eventjes weer gedraaid worden. Want de wasmand zat aardig vol. Ik heb een wasje opgevouwen. Dus ik ben best wel productief geweest. Nu heb ik de spinazie ook in het water gezet. Dus dan kan ik die straks even goed wassen. En dan kan ik die vanavond lekker eten. Ik ga nu zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. En dan straks lekker douchen en dus eten. Vanavond kijk ik Goede Tijden naar Château Meiland. En dat vind ik wel heel leuk. Want meester Frank Visser is aanwezig. Samen met Milushka Witsenhausen. En ik denk wel dat het de laatste aflevering is. Maar ik vind die meester Visser vind ik wel interessant. Want je weet nooit zo heel veel over die man. Dus ik ben wel benieuwd hoe die dan is als die zeg maar niet in dit programma zit. Dus dat vind ik wel leuk. Daarna ga ik nog even een spelletje doen. En mijn blogpost schrijven. Dan ga ik me
serie kijken, The Gentleman. En dan ga ik even CSI kijken en dan ga ik mijn boek uitlezen en een nieuwe lezen. En dan ga ik lekker slapen. Dus dat wordt in ieder geval gewoon mijn avondplanning. Maar nu eventjes lekker relaxen en wat drinken, want ik heb een beetje dorst gekregen. Ik ga bij deze dan in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 16 april. Ik heb nog even helemaal niks op mijn gezicht, want ik ga zo meteen een video opnemen. En dan ga ik een full face make-up look maken, dus die kun je zaterdag verwachten. Dat was mij gevraagd, dus ik dacht, nou, dat kan ik wel weer een keertje gaan doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar de Meilandjes Vips, was de laatste aflevering. Ik vond het echt superleuk. Het was met Milouska Witsenhausen en meester Frank Visser. En ik vond het dus wel heel erg leuk om te zien, ook wat meer achter de man die de rechter is. Hij is al jaren op televisie begonnen als een rijdende rechter, maar ik vond het wel heel erg leuk. Dus het was echt wel, ja, gewoon leuk. Ik had wel het idee dat er onderwerpen waren die misschien waar niet over gepraat mocht worden misschien. Misschien kun je dat als gast ook aangeven, joh, ik wil het hier of hier niet over hebben. Bij Milouska ging het voornamelijk over eten. Ze was ook heel openlijk, bijvoorbeeld over haar gewicht. En ja, dat ze eigenlijk heel blij is met haar lichaam. En echt wel een beetje over het body positivity gevoel. Maar er werd bijvoorbeeld niet gesproken over haar familie. En ik denk dat misschien ook, nou weet ik ook dat ze daar ook gewoon normaal niet over spreekt. Omdat dat gewoon een heel gevoelig ding is. Ik denk echt wel dat er wat dingen zijn waar ze niet over spraken. En mijn meester Visser bijvoorbeeld weet ik ook dat er in de privé dingen wat spelen. Dat is toen wel een keertje naar buiten gekomen. Maar er werd verder ook niet naar gevraagd. En dat was ook wel mooi. Ik moet ook zeggen, ik voel Martien anders naar een oude persoon. Hij was minder gillerig. Ja, toch weer wat anders. Dus ja, dan denk ik toch wel van, is het nou een act of niet? Maar het was echt heel erg leuk. Daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Is allemaal gewoon gelukt. Toen ben ik verder gegaan met Gentleman. Ik heb nog 2 afleveringen, dus ik ben op zich ook wel benieuwd hoe het eindigt. En daarna had ik CSI. Dat was ook wel een bijzondere aflevering. Maar ik blijf erbij. Het is gewoon heel jammer dat je niet vanaf seizoen 1 kan kijken. Dat je niet weet wat er achter de personages speelt. Ja, dan had je het echt vanaf het begin af aan moeten kijken. Ik was toen te jong. Ik vond het altijd maar eng. En ik had zoiets van, nee, zodra ik dat zag, dan zette ik weg. Maar ja, later ben ik ook pas echt ook meer buitenlandse series gaan waarderen. En ook inderdaad dit soort series. Omdat inderdaad, ik was altijd best wel, omdat het heel goed gemaakt wordt, weet je wel. Als er dan zo'n lichaam ligt die bijvoorbeeld vermoord is. Dat wordt zo mooi gemaakt met al die wonden en zo. Ja, het is gewoon echt mooi gedaan door de grim. Maar, zeg, nou ja, in ieder geval, ik denk dat je weet wat ik bedoel. Ik weet niet of het eigenlijk een woord is wat ik nu zeg. En nu denk ik van, nu kan ik daar doorheen kijken. Maar toen ik jonger was niet. Dus dat was mooi. En daarna ben ik naar bed gegaan, heb mijn boek uitgelezen. En ook gelijk weer een nieuw boek gestart. Dus dat was allemaal prima. Ik ga zo even stofzuigen. Dan ga ik even alles erbij pakken om de video op te nemen. Ik moet alleen eventjes het andere kaartje pakken. Want ik ben dus vergeten om deze te legen. En deze heeft niet meer genoeg, denk ik, voor de video. Dus dat moet ik gewoon eventjes gaan doen. Dus, en daarna ga ik even verder met de diamond painting. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. We'll be right back.
Zo, ik heb gedaan allemaal wat ik wilde doen. Make-up look is gemaakt voor de video, dus ik zit nu weer eventjes in de klem. Het was wel gek hoor om de vlog te openen zo, want normaal door de week heb ik natuurlijk altijd make-up op, behalve op zondag. Maar het ging volgens mij allemaal wel goed, dus ik hoop even dat het goed is. Maar ik heb het koud, dus ik wil even weten hoeveel graden het is. Ik heb het nou ineens gewoon koud. 11, ja, het is ook zwaar bewolkt. Diamond Paints ging ook wel lekker. Ik had even weer wat andere steentjes, dus dat was ook wel leuk. Kon ik een beetje opvullen, dus dat is wel lekker. Wat hebben we net lekker gegeten? Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen en dan straks lekker douchen en lekker eten. Vanavond, ja, je hebt ook weer Kees van de Spek opgelicht. Misschien dat ik dat even ga kijken. Ik moet eventjes zien, want ja, er beginnen nu wel weer wat programma's. Dus het lijkt me op zich ook wel interessant. Volgens mij ging het over Harry Potter boeken, dus ik ben wel benieuwd wat daar dan achter zit. Ik ben zelf geen fan van die boeken. Ik heb ook niks met Harry Potter, maar het lijkt me wel gewoon interessant om te zien wat daarachter zit. Dus ik denk dat ik dat gewoon even ga kijken. Sowieso nog even een spelletje doen. Ik ga de vlog afmaken en het kaartje legen. En de camera moet ook opgeladen worden. Foto's bewerken van mijn blogpost. En dan ga ik de Gentleman kijken en daarna weer zie je zijn. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ja, ik heb wel weer een lekkere drukke week gehad zo, dus het was eigenlijk wel weer heel erg fijn. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarna staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doei!